Strandballen en zwembanden op de publieke tribune van de raadzaal in Den Bosch. De Bossenaren die de Zuiderplas een warm hart toedragen, waren niet met lege handen gekomen. Bijna 1200 handtekeningen werden overhandigd aan wethouder Jos van Son. En die beloofde binnen 2 weken nieuwe sanitaire voorzieningen. En die zijn hard nodig. Daarnaast waren er grote zorgen dat het paviljoen plaats moest maken voor een nieuw informatiecentrum. Het is gewoon jammer als zoiets zou verdwijnen. Ik kom hier al jaren. Dit paviljoen heeft een grote sociale functie. Mensen die werken in de omgeving, die komen hier lekker langs. Die pakken een broodje, die pakken een drankje. Het zou eeuwig zonde zijn als dit zou verdwijnen door politieke willekeur. En ik zou het verschrikkelijk vinden. En met mij een hele hoop. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. De meerderheid van de gemeenteraad wil dat het paviljoen open blijft. Alleen is niet zeker in welke vorm. Ik heb gezegd dat het paviljoen in zijn huidige staat dit jaar gehandhaafd blijft, toegankelijk blijft. Maar hoe dat we daar in de toekomst, wat daar komt, of dat we naar volledige nieuwbouw gaan, of we gaan het renoveren, of we gaan het op een andere manier eigentijds maken. Ik heb aangegeven dat er een aantal scenario's naast elkaar gelegd worden. In het najaar worden de verschillende scenario's bekeken. Maar de uitbater van het strandpaviljoen is voor nu in ieder geval opgelucht. Vanmorgen stond ik er wel anders voor als nu. Ik ben nu weer blij. Ik kan weer lachen.